vind jij belangrijk voor je CEO? Wat willen jullie? Zeker geen verslechtering. Hoe krijg je geen verslechtering? Hoe kunnen we dit voorkomen? Dat ga ik jullie uitleggen. Door een sterke achterban. En dat zijn jullie. Dat zijn wij samen. En samen zijn we sterk. Dit is een enquête. Ik krijg jullie binnenkort thuisgestuurd. Dan wordt er een of andere uitgelegd. Wat vind jij belangrijk? Kan je aanwinken, heel belangrijk, belangrijk, neutraal, niet belangrijk of geheel niet belangrijk. Hè? Dus van maandag tot vrijdag werken, vinden we normaal. Dat is dan heel belangrijk. Begin en eindtijden, van 7 tot 4, belangrijk. En zo gaat u verder. Eerst stoppen met werken, heel belangrijk, aanwinken. Aantal scholingsdagen, vind je belangrijk of vind je niet belangrijk? Kan je het zelf invullen. Op zaterdag werken, willen we natuurlijk niet. Maar, is wel belangrijk, dus niet schrijven, niet belangrijk, anders wordt het niet besproken. Geef een toelichting op het onderwerp wat jij het allerbelangrijkste vindt uit de lijst hiervoor. Dus wat je net gelezen hebt, geef het onderwerp door wat jij belangrijk vindt. Mis je nog een onderwerp, laat het ons weten. Dan kunnen wij daarmee aan de slag. Wat is je functie? Nou ja, dat wijst vanzelf, hè? Aankomend tot voor een dakdekker. En natuurlijk bij welk beroep, bij welk bedrijf je werkt. En wat voor contract heb je? Vast, werk je via een uitzendbureau, werk je via een tijdelijk contract, eventueel kan je het invullen. Wat is je leeftijd? Dat is ook heel erg belangrijk. 40, 50, 60 jaar. Wil je informatie ontvangen? Wil je op de hoogte gehouden worden van het CEO-traject? Zeg maar ja. Ben je ook bereid om voor je CEO op te komen? Dus mocht het de onderhandelingen vastlopen, of dat we daar dan ook voor elkaar staan om te knokken voor een goed CEO. Nou, de laatste vraag: van welke vakbond ben je lid? Ben je van de FNV of CNV of je bent geen lid? Ook niet-leden kunnen de enquête invullen. Dus als jij de brief thuis krijgt in de brievenbus, laat hem ook je collega's lezen. Die kunnen hem online invullen. Dat komt allemaal online op te staan op internet. Krijgen jullie zelf ook bericht over. Nou, natuurlijk je gegevens, die staan hier niet op, maar er staat je adres, alles wat je in kunt vullen, zodat alle gegevens goed bij de CEO-commissie van de FNV bij de onderhandelaar terechtkomt. Dus mocht er nog vragen zijn, hoor ik het graag. En...